Een hele goede morgen, jongens. Vlog nummer 3 alweer. We zijn nog steeds op de hotelkamer. Alles is wel ingepakt. De tassen zijn ingepakt. Zodat we zo meteen kunnen gaan. Ik zet even de camera neer. En zo meteen gaan we dus nog één keer de markt. Omdat we toch nog wat willen halen. Om wat te kunnen stoken. En daarna gaan we richting Martin. Dat is eigenlijk een andere plaats in Polen, een uurtje rijden. Dat is eigenlijk naar die Polenmarkt waar we altijd waren vroeger. En waar we toen ook een keer waren aangehouden. Ik ben heel erg benieuwd of je daar nog wat kan vinden. Want uit mijn ervaring was het daar iets makkelijker om aan te komen. Als je die markten inliep, dan zag je overal wel vuurwerk. Hier op deze markt is het veel lastiger. Alles helemaal afgeschermd. En als je één keer je telefoon een beetje houdt alsof je filmt, wordt het gelijk helemaal gek. Dus ook voor de video die al online staat, is er nog vuurwerk in Polen. Gaan we speciaal even naar de andere markt om te kijken hoe het daar zit. Pyro Market is nog steeds dicht, denk ik. We gaan er wel even langs rijden voor de zekerheid om te kijken of die open is. En we gaan zeker ook nog wat stoken. En andere video's waarin we wat gaan stoken komen ook nog online. We gaan eerst even naar het ontbijt, jongens. Want ik heb best wel honger. Vooral naar die McDonald's van gisteren. Die jullie vorige week hebben kunnen zien. Heb ik best wel honger in gewoon normaal even normale voeding. Dus we gaan naar beneden en dan zien jullie ons daar zo meteen weer. We zijn weer bij het ontbijt dus. Bij het ontbijt aangekomen. 3 broodjes voor Jordi. Ei. Stukjes komkommer heeft hij. Lekker hoor. Zo jongens, zoals beloofd zijn we nog even langs de markt gegaan. Even snel wat gehaald bij die vrouw. En ze kwam eigenlijk gelijk met het feit dat ze nieuwe producten had. Ze had namelijk Colpo 45. Ze zei dat is echt eenmalig dat we die hebben. Je had ook zo'n andere toch, Colpo? Zo'n oude? Nee. Ze zei namelijk, die Colpo's, voor de mensen die ze wel eens gehad hebben, die zitten altijd in zo'n verpakking met zo'n blauwe buis. Maar ze had ze ook los. Ja. Dus ze zei, als je zo'n pak koopt, kan je er ook meerdere losse bij kopen. Eén zo'n pak Colpo is, voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn, was €25. Die wilden we halen. Maar dat is op zich niet duur. Nee, want die Colpo's zijn echt ziek hard voor de kleine, ja, voor die kleine dingetjes. Ja, het zijn gewoon cilinders. Hebben we niet gedaan, omdat we natuurlijk zo meteen richting de andere markt gaan. We zijn nu echt hier even om nog even te stoken voor jullie in de vlog. En dat laten we ook gelijk even zien, wat we hebben gehaald. Een keertje in de auto. Dus even maak dat niet, schuim maar gewoon open. Jongen. Zo is die. Ja man. Laten we het even zien. Nou, zoals beloofd. Pak je PS5. Een Thunder King, die hadden we gratis. Jorgen, ja, het stelt niet zoveel voor, maar in Nederland worden ze in ieder geval binnenkort verboden. Dus cirkelblitsies, altijd lachen. Gaan we even mooi op het locatietje neerzetten. Waar we eigenlijk de afgelopen dagen altijd zijn geweest. Eén keer anders. Maar deze locatie vind ik gewoon het chillst. Het was de hele ochtend trouwens aan het regenen, man. En precies nu is het droog. Heerlijk. 230. De andere gooi je gelijk. Die was hard? De andere gooi je gelijk daar, zeker. Niet normaal. Oh, iets te ver. 230 blue. Die zijn heerlijk. Zeker. Ja? Wacht hoor. Gast. Hey. Kijk. Oh. Zo. Wij zijn niet. Stoppen. Zo. Ja jongens. Zoals jullie net hebben kunnen zien, hoorde je dus iemand roepen van hey. Wat we dus niet zagen, was dat er een boot lag aangemeerd aan dat stuk waar we altijd stoken. Ik denk dat jullie dat misschien ook niet op video kunnen zien, of misschien wel. Moet je even terugspoelen naar het moment. Want er was een heel klein, je kon een heel klein beetje kon je zien dat er een boot uitstak bij het water. En die mensen waren dus pissig, omdat wij dus een Tuono echt richting die boot gooiden. Ja, dat wisten we. We wisten niet dat hun er zaten. Dus we waren heel snel de auto ingestapt. En op de terugweg dachten we, nou ja, dan pakken we gelijk even een stooklocatie aan de zijkant van de weg. Want we hebben nog Tuono en daar willen we niet mee rijden, weet je. En op het moment dat we wilden aansteken, toen zagen we een soort politie of... Ja, boswachter, denk ik.
zagen we aankomen chasen en toen dacht ik van nee, dat gaat niet gebeuren nu. Dus toen waren we de auto weer ingestapt, zijn we nu ongeveer al 20 minuten aan het rijden. En we gaan zo meteen bij een locatie gaan we nog even die PS5's doen. En we hebben nog Circo Blitz, dus dan gaan we nog even wat aan de zijkant stoken. Maar wat een avontuur weer. Op de laatste momenten word je ook nog bijna... precies bij ons. Hè? Eerst word je weggejaagd. Ja, maar ja, weet je wat het is? Je hebt gewoon pech als daar een schip ligt. Daar is er nooit iemand. Ja, alleen... Je hadden we ook niet gezien, want het was een klein bootje. Ja. Alleen je zag inderdaad die antennes uitsteken. Maar ja, dat, dat kunnen mensen wel op de camera zien als ze terugspoelen. Maar dat was inderdaad echt omdat je er toen naar ging kijken. Daarom. We rijden dus nu weer richting de andere markt, waar we dus nog niet zijn geweest. Kunnen jullie ook daar beelden van zien? Of je daar nog vuurwerk hebt? De meeste beelden zijn natuurlijk al te zien, zoals ik al heb gezegd. Is er nog vuurwerk op de markt? Die video was een week geleden of zo, of twee weken geleden online gekomen. Die kunnen jullie alvast zien. Maar voor nu, ja, we gaan naar die markt toe. En dan gaan we even kijken of je daar wat meer hebt. Misschien zit Martin er wel weer. En is hij of heel boos om ons te zien, of hij vindt het heel leuk dat wij er zijn. Dus ja, we gaan die kant op. Een uurtje reden. Maar eerst gaan we onderweg even ergens de laatste dingen opstoken. Tot zo. Buono. Volgende locatie. PS5's, die hadden we nog niet gedaan. Hier dan. Deze ben ik benieuwd. Gewoon even stooksessie. Die is wel dichtbij me. Zo. Hoppa. Hoppa. Het zijn net mini sharkies. Echt hè? Dat zijn ze ook. Er zijn sharks op te zien. Ja toch? Kijk die vlam joh. Zo, poeh, die was dichtbij. Nee, je moet dat ook niet erin houden, dat longetje. Dat is niet goed hoor. Zo, hebben we er niet meer. Hoppa! Sessie. Niet er zin in. Zo. Zo, ik voelde gewoon een stukje zand of zo, of steen. Oh. Die had ik niet gezien. Zo, die had ik niet verwacht. Circootjes. Hoppa. En of ik dat de hele andere kant op doe. Er zijn geen grondtollen. Oh joh. Ja, ik weet niet of die nou op beeld stond. Oh. Hey, de rent wat man. Waar? Ik zie, er waren dieren volgens mij. Die deed het niet. Ik zag iets van, ik zag echt een hele zwarte hoorden voorbij komen. Gek. Kijk, gaan we weer naar Duitsland. Om vervolgens zo meteen weer naar Polen te gaan bij de volgende markt. Kijk dan, hier zie je het bord. En dat Poolse bord hebben we niet gezien aan de andere kant, man. Die is er niet. Die heb ik helemaal niet gezien. Nee. Kijk, je komt dan in Duitsland gelijk de eerste Mac tegen. Ik krijg gelijk weer een berichtje, welkom in Duitsland. Ja, daar word je ook gek van. We gaan nu weer de grens over bij Polen, over een kilometer. Ze hebben nooit controle van Duitsland naar Polen, maar ik zie nu helemaal geen controle. Nee, maar we gaan toch niks meenemen, dus dat scheelt. Nee, we nemen eigenlijk nooit iets mee. Maar het zou wel mooi zijn voor in de video als we daar toch nog even gecontroleerd worden.
Ja, om te laten zien of er echt controle staat. Maar ik denk het niet. Wij hebben het nog nooit meegemaakt. Nee, klopt. ZB wel volgens mij. Vorige keer hoopten wij ook dat we gecontroleerd werden, maar dat was helaas ook niet zo. ZB wel. Ik kijk de Eiffeltoren op zijn kant. Dat zie je dan toch nog komen, jongens. Ja, het kan niet ontbreken. Kijk, nu ga je het water over en dan kom je in Polen. Kijk, hier lag vorige keer heel veel ijs, jongens. Ja, man. Helemaal open. Niet normaal wel. Altijd als we hier naar binnen reden, waren we helemaal hyped. Omdat we uit Nederland kwamen, zo'n lange rit hadden gehad. Nu kennen we het wel. Nu was maar 5 kwartier. Ja. Nee, het was helaas niet ons huis. Fikov zien we al. Daar zijn we nog niet geweest, Fikov. Die heb je natuurlijk niet bij die andere. Fikov kunnen we even wat filmen, man. Fikov heb je daar ook. Ja. Kijk, de Polenmarkt. Oké. Okay. Benieuwd of Martin nog leeft. Het is wel gratis parkeren, man. Martin nog leeft. Bij Fikov, jongens. Zo. Funkeblok. Hier zie je dus een Funkeblok. €229. Mag u kloppen. We zijn helaas s'avonds hier niet meer, anders hadden we zeker hier een blok gehaald, man. Kleine triplexjes. En hier mogen we dus gewoon filmen, hè? Besef dat. Achter mij hier, Fikov. We gaan nu onderweg naar Martin. En we gaan even kijken of hij daar nog wat heeft. Maar ik denk dat hij wel problemen maakt met filmen, man. Ik denk het wel. Want hun hadden hier toen problemen gehad op de markt. Zeker na onze vorige keer. Maar wat je dus hier hebt staan op de markt, waar we net waren bij Fikov, was voornamelijk kat 3. Hier heb je geweren, niet normaal gek. Maar deze markt is dus heel anders, hè? Even serieus? Super anders. Afdeling van missie hier links en rechts. Van kabouters. Kijk dan, Jordi, daar zit je gek. Ja, daar zit je broertje, man. Hier dus, de zaak waar we altijd naar binnen liepen, waar je heel veel had in het verleden. Toen maakten we hier een introotje. We gaan nu maar even naar binnen, man. Yes. Let's go. Maar het kan zijn dat we heel snel weer buiten staan. Bij Martin. Pijlen. Rookbommen. Dus we waren net bij Martin. Zijn shop in ieder geval. Misschien gaan we later wat kopen. Zien jullie dan nog in stookvideo's terug. We gaan wel straks naar Nederland. En Martin vertelde dus, in ieder geval degene die, wij noemen hem Martin trouwens, maar die shop heet geen Martin natuurlijk. Laat dat even voorop staan. Maar hij vertelde dus dat ze toen de tijd ook een boete hebben gehad. En doordat de bomma natuurlijk is opgepakt, dat daardoor de prijzen voor hun ook omhoog zijn gegaan, de inkoopprijzen. En als ik hier even film, zien jullie hier zo de pyro bunker. Hebben ze daar überhaupt nog pyro? Ja, weet je, maar dat ga je niet. We zijn weer onderweg naar Nederland. Zoals jullie net hebben kunnen zien op die markt, waren daar nog best wel wat producten te verkrijgen. En ik moet je zeggen, ja, we wilden wel wat gaan kopen, alleen wilden we ook een keer naar Nederland gaan. En we hebben niet echt een goede ervaring met stoken op die locatie. Dus zitten we nu in de auto. We moeten nog, moet je kijken. 5:23, jongens. Dit is het enige verrotte aan deze trip. Dat die terugreis is zo verrot, die leek zo lang te duren. Is echt verrot. We gingen even snel een stop maken om te pissen. Oh, daarom gaan we nu gelijk weer door. Yes. Want ik wil zo snel mogelijk thuis zijn. Let's go. We zijn alweer in Nederland op dit moment. Na echt super lang gereden te hebben. We zijn op dit moment al iets van 7,5 uur in de auto. En we hebben bijna in 1 keer doorgereden. Serieus, we hebben echt maar 1 of 2 keer gestopt. En over een uur zijn we thuis. Ik zeg eerlijk, ik ben helemaal kapot. Ik kan ook echt geen auto meer zien. Nee man, ik zweer het je. Het is altijd echt een hele gekke trip als je gewoon 8 uur in de auto zit en continu bezig bent met rijden. Maar goed, voor de rest is het goed verlopen. En als we thuis zijn, gelijk beelden editen en zo. Ik hoop dat jullie deze video's ook ziek vonden. Waarschijnlijk komen er nog Polen video's aan. Alleen dit was de laatste vlog natuurlijk, omdat we nu weer in Nederland zijn. En nu gaat het dus echt gebeuren. Oktober, november, december. Stoken 1 komt waarschijnlijk terug, maar dan zien jullie dat allemaal wel op Instagram terug.
En natuurlijk, de tijden der tijden komen er weer aan. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar de Polenvlogs. En vind je de Polenvlogs vet? Doe een like omhoog en laat het even weten in de reactie. Want wellicht maken we dan snel weer een trip. Tot de volgende keer. Ciao.